Daarom, bij een nieuw video. Het is ons eerste nachtje in het nieuwe huis. En oh, dit is zoveel fijner. Kijk, we hebben hier een mooie tv. Dit is hele Marije haar kast. Dit is Marije. Shit. Dit is het bedje waar we zo weer op gaan liggen met onze prachtige... Prachtige. Is ook ja. We moeten nu nog samen. Ja. Want Linke, haar bed is er nog niet. Op zich, het is best wel ruim eigenlijk. Dit is onze deurstopper. Dit is mijn deurstopper. Ja, wacht. Maar ik dacht, leggen we wel in bed. Ja, klopt. Kijk, wacht. Dit is Alberto. En dat is Rita. Zullen we het bed testen? Want we hebben nog niet in dit bed gelegen. Ja, maar mijn sokken zijn vies. Dit zit er helemaal niemand. Oh, fuck. Dit is koud. Dit is best groot. I mean... Niet hoe ver we van elkaar af leren. Niet meer for real. Oprecht, deze knop zit binnen zijn ver. Dan kom je tenminste niet in mijn buurt. Dat is zeker waar. Jouw onderkin. Mijn god, jouw... Wat is je nou weer... Dus wij gaan even, denk ik, YouTube kijken voordat wij gaan slapen. En dan kunnen we jullie ook wel meenemen naar de badkamer. Ja, maar dit is de dinges. Daar de wastafel met het vloerkleedje. Hier de wc. Met het raam. Hier de douche. Ja, er hoort nog een cabine. Ja. Nu zijn we aan het lopen naar Marije's kamer. Marije's kamer is helemaal boven. Gaan we zo hier lekker in het bedje liggen. Oh, gelukkig zijn hier lampen knoppen, want... Kunnen we de lamp erin zijn doen? Het is wel gezellig weer met z'n tweetje naast elkaar. Dat vind ik echt. Oké. Okay. Fuck you then. Slaap? Lekker. Ja. Oh, lekker. In ieder geval, goedemorgen. Het is nu ongeveer denk ik 9:15. En om 11:00 gaan we in het andere huis schoonmaken en zo. En nu gaan we even eten. En Marij wil YouTube kijken als we gaan eten. Ik dacht, we gaan lekker buiten zitten of zo. Maar dat doen we een andere keer. Ik kan het op elkaar denk jij dan. Het is warm, maar ik ga niet zo lang in deze buurt zitten. Het wordt vannacht 21 graden. Ja, maar hij heeft de water ook aangedaan. Dus zacht horen je maken. We zijn nu in een andere keuken. En ja, het is... Ik weet niet wat de tas over, tas magnetron. Koelkaas, vriezer, Marije. Red pindakaas en haarlemag. En dan hebben we hier zo'n heel cool ding, dat het er zo in gaat. Waar liggen de... Waar zou je borden neerleggen? Nou, volgens mij hebben we geen borden. Ik pies in mijn broek. In ieder geval nog niet. Kijk, dit schat. Is de voorkamer. We hebben nog geen bank en zo. Dus het is een beetje troep hier ook. Kijk, hier voor een kastje. En een waterkrantje. Daar staat nog alles heen. En hier is onze chillroom dat nu helemaal volgepakt is. Nou, hier gaan geen borden staan. Wij gaan dus op zoek naar borden. En dan kunnen we eten. We hebben ons eten. We hebben nu gewoon snijplank gebruikt om ons eten te doen. Marije ook. Marije heeft veel mooier. Marije heeft veel luxer. Prachtig uitzicht hier weer. En nu gaan Marije gaan en Marije en ik YouTube kijken. Marije en ik hebben heerlijk de douche getest. We hebben alleen, omdat er nog geen wand is, is het een beetje nat geworden, maar dat maakt niet uit. Het was even struggelen, want hij stond op heel heet, dus het duurde heel lang voordat hij weer koud werd. Ja, en ik wist niet dat hij nog helemaal verder wilde. Hij kon helemaal draaien naar de achterkant toe. Ja, om koud te worden. Dus ik wist het niet. Nee. Normaal heb je gewoon boven beneden, maar deze ging naar de fuck naar de achterkant toe. Mijn kleding. Mijn hoekje. Beertje ligt er nog steeds in. Waar is mijn lama? Is daarheen verzet. Hij is gelopen. Ja, dat zei ik net. Cool. Kijk eens hoe hoog ik eigenlijk slaap. Ja, dat is echt niet normaal. Oh, en zelfs dat wel nog eigenlijk wel. Net een prinses eigenlijk die zoveel kussens heeft dan. Nee, eigenlijk wel, hè. Je moet een hele wand bouwen. Ja. Oh ja, Marije en ik hebben vandaag, we hebben ook bedacht dat we vandaag, morgen, hebben we nog gezegd dat we morgen samen gaan sporten in de ochtend. En nu weten we hoe de douche werkt. Dus dan kunnen we gewoon lekker vroeg ons bed uit. En sporten. Oké. Eten? Alsjeblieft eten? Ja, ik weet niet wat je wil eten, maar ik heb geen eten. Gewoon brood. Of een tosti. We kunnen een tosti maken. Ja. Wij gaan een tosti maken, want ik heb er zoveel honger als niemand. Ik heb echt alleen maar vanochtend gegeten en het is nu al bijna... Het is eigenlijk 4:30 al, dus... Ja. Tosti! Oké. Je hebt zin in een tosti. Wij gaan een tosti maken. Kijk. Gaat ze maar. Laat maar zien. Marije wou nog wel laten zien. Kijk maar. Aanstekers. Oh mijn god, Marije. Oh, ja, man. Oh, hou hem voor het kussen. Ja, dat je is... zou niet eens merken dat niet je kussen is. Dat is amazing. Dat great! Maar hij is druk bezig met de tosti aan het maken. Ze heeft er weer zonder kaas. Ik heb met kaas. Tosti. Ondertussen is het daar best wel licht aan het worden eigenlijk. En wordt het gewoon hier donkerder. Ja, het is gewoon bovenaf.
Ja, fantastisch. Je wilt verder zeggen, een apparaat die kan voelen wanneer je zo meteen eten honger krijgt. En dat je weet dat dan het eten klaar staat, op dat moment gaat van binnen. Ja, dan moet je alsnog zeggen, ik heb honger, dan gaat ik pas maken. Nee, dan zeg ik gewoon, over een uur heb ik honger, maak het. Het is al echt 12 uur. Oh, mijn deur is veel te laag. Marijn en ik gaan lekker slaapje doen. Het is ons tweede nachtje. Het bed ligt zo lekker. Film gekeken beneden in de woonkamer. Nou, het is nog niet een woonkamer. Er staat nog niet echt een bank in, maar... Het is echt gewoon weer fijn dat je met z'n allen gewoon weer een film kan kijken. I mean, ik vind het niet fijn. Oké. Okay. Morgen gaan we vroeg ons bed uit en dan gaan we sporten weer. Dus we moeten weer even onze ritme hier in dit huis vinden, maar dat komt wel goed. Ja, dan kunnen we misschien... En dan moeten we dingen voor YouTube en zo doen. Ja. Volg ons TikTok, het... want we willen ook weer heel veel dingen van TikTok plaatsen en zo. Mm-hmm. Maar in ieder geval, slaap lekker. Like, deze, wat? Like, abonneer en... Tot de volgende keer.